Deze concept quiz bestaat uit 5 multiple choice vragen. Gebruik bij het beantwoorden pen en papier en je rekenmachine. Zie je de teller lopen? Zet dan je videootje op pauze en gebruik 1 à 2 minuten om de vraag te beantwoorden. Controleer daarna of je de vraag goed hebt beantwoord en of je uitleg ook goed is. En heb je er 4 of 5 goed, dan heb je het heel goed gedaan. Vraag 1. Bij deze vraag heb ik de formule van kinetische energie nodig. En ik ga ook twee gegevens uit de vraag nog eventjes opschrijven. Dat is dat de vrachtwagen een kinetische energie heeft die tien keer zo groot is als die van de personenwagen. En dat de massa van de vrachtwagen vijf keer zo groot is als de massa van de personenwagen. Ik ga de middelste formule eens uitschrijven. Dit moet er blijkbaar gelden. En wat ik nu ga doen is in plaats van de massa van de vrachtwagen boven in de breuk... Opschrijven dat dat gelijk is aan 5 keer de massa van de personenwagen. Dan krijg ik deze vergelijking. En ik kan nu meteen van alles boven en onder tegen elkaar wegstrepen. Die half valt weg en de massa van de personenwagen valt ook weg. Dus eigenlijk staat er dit. Nu ga ik links en rechts nog delen door 5 en ik ga haakjes zetten om de hele breuk. Ja, en om deze vergelijking op te lossen, hoef ik nog maar één ding te doen en dat is links en rechts de wortel nemen. En dan krijg ik ook mijn antwoord. Blijkbaar heeft de vrachtwagen een snelheid die wortel twee keer zo groot is als de snelheid van de personenwagen. Vraag 2 Deze vraag gaat over de zwaartenergie. De formule staat hier weergegeven. En wat belangrijk is om te beseffen is dat je altijd zelf mag aangeven op welke hoogte jij de hoogte 0 gaat leggen. En ik kies er even voor om de hoogte 0 te leggen in het laagste punt van mijn landschapje. Het enige wat ik nu nog hoef te doen is te kijken hoeveel hoger de vogel uh, vliegt ten opzichte van deze hoogtelijn. En ik heb een antwoord op mijn vraag. Vraag 3. Arbeid is gelijk aan het oppervlak onder een FS-grafiek en we krijgen hier een FS-grafiek. Dus het enige wat ik hoef te doen is te gaan kijken hoe groot het oppervlak is onder elke soort weg. En ik heb natuurlijk hier geen getallen, maar ik kan wel hokjes stellen. En als ik het aantal hokjes stel, dan kom ik al tot de conclusie dat de klinkerweg de grootste arbeid heeft gekost. Vraag 4. Wij gaan de formule gebruiken voor arbeid. Ar arbeid is dus gelijk aan de kracht maal de verplaatsing maal de cosi's van de hoek tussen de kracht en de verplaatsing. Nou, eerst gaan we even de kracht uitrekenen. Die blijkt 5 newton te zijn, want het is de zwaartekracht die we moeten uitrekenen. De verplaatsing staat al gegeven, die is 3 meter. Maar we moeten even goed kijken naar de richting van de verplaatsing. Die heb ik hier met de oranje pijl aangegeven. Want als ik die richting ook weet, dan kan ik ook gaan bekijken hoe groot die hoek alfa is. En die hoek alfa is gelijk aan die 30 graden plus uh, een rechte hoek. Uh, kom ik uit op een hoek alfa van 120 graden. Nu heb ik alle gegevens en uh, die kan ik gaan invullen in de formule. En dan komt eruit een arbeid van min 7,5 Newtonmeter. Vraag 5. We hebben hier een FU-grafiek gekregen, eigenlijk een FS-grafiek. En geldt er dus ook weer dat de arbeid die verricht is gelijk is aan het oppervlak onder mijn FS-grafiek. Ik kan hier zichtbaar uh, maken hoeveel arbeid ik nodig heb om die veer uit te rekken van 0 naar een uitrekking U1. En dat is uh, dit oppervlak. De vraag is hoeveel keer meer arbeid kost het nu om de veer uit te rekken van U1 naar 3 keer U1. Nou, daarvoor ga ik eerst even de grafieklijn extrapoleren. Dan krijg ik uh, deze uh, lijn. En nog steeds geldt natuurlijk dat de arbeid gelijk is aan het oppervlak onder mijn lijn. Is dus dit blok. En de vraag is eigenlijk: hoeveel keer groter is het uh, donker gele blok. Vergeleken met de driehoek die ik net al had. Dat kan ik hier uh, grafisch uh, mooi weergeven. Want die driehoek waarmee ik begonnen ben, die past mooi precies 8 keer. In het donkergele blok. Dus heb ik ook meteen het antwoord. Ik moet 8 keer zoveel arbeid verrichten om de veer van U1 uit te rekken naar 3 keer U1.